dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe game video. Oeh, ik moest echt even mijn best doen om geen vlog te zeggen, want het is zo ontzettend in mijn systeem gedouwd dat ik gewoon elke keer zeg, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Maar het gamekanaal is weer volledig terug. En ik heb veel reacties gezien van mensen die zeiden, ja, ik twijfel toch een beetje hoe lang dit doorgaat, want je weet het wel met Enzo, die zegt wel vaker hij is terug met het gamekanaal en dan uiteindelijk na een week of na twee weken stopt hij ermee. Nou, ik kan jullie vertellen, dames en heren. Ik zit zo lekker in de vibe. Ik heb al voor twee weken, de aankomende twee weken, video's ingepland staan. Dus jullie hoeven je geen zorgen te maken dat er niks wordt geüpload op Enzo Knol 2. Dus als je nog niet bent geabonneerd, ik zou zeggen abonneer even op mijn kanaal. We hebben afgelopen twee weken al 2000 abonnees erbij gekregen. Dus dankjewel daarvoor. En ik heb weer mijn Fortnite maatje terug. En dat is natuurlijk Roy. What's up, bro? Let's go, man. Dream Team is back in full focus mode. Ik vind het zo leuk, zo gezellig. En volgens mij gingen de kijkers er ook wel goed op. Dus win-win. Ja, zeker. We hebben nu twee video's geüpload op Roy's kanaal. Twee video's op mijn kanaal. En wat kan ik zeggen, man? Shit gaat hard. Insane. Zo, niet normaal, gast. Hey, dus ik heb trouwens Chuck Splash voor jou. Hier, kom eens hier. Nice, dankjewel. Ben je nu al full? Nope. Nu wel. Ja, thanks. Oké, we hebben meteen die hamer gekocht hier zo. Dus ik zeg, laten we richting tankstation. En we gaan gewoon even wat kills pakken. En wie weet zelfs die Victory Royale. Helemaal goed, maat. Let's go. Oeh, wacht even. Deze gold chest. Oeh, nog een hamer. Die ga ik meenemen. Ja, dat is lekker. Dat is lekker. Twee hamers. Wacht, ik neem die Mac-mistel trouwens wel mee. Dat is ook wel chill. Oh, twee hamers. Ja, nu kan het niet meer misgaan, dames en heren. Hey, Enzo, één Mac-mist of twee Mac-kits? Even kijken, Madmist, wat is dat ook alweer? Ja, oh, dat is de spray, dat is deze. Oh ja. Of twee Madkits. Oh nee, dat is sowieso die spray. Jawel, hè? Ja, 100%. Omdat je ook daarmee gewoon even snel je teammaat kan healen en zo. En dat is ook gewoon, wat tijdens het lopen kan je doen. Ja, 100%, want die spray die hield 150 en die Madkit 100. Alleen die Madkit duurt gewoon echt knijtslang. Ja, man. Ja, true. Dus, ja, en weet je wat het is? Dat het zo lang duurt, dat is niet nice. Want het gaat om snelheid. Weet je? Yep. Even if you're as slow as a turtle, you are still faster than an ant. And then you can still come a very ant. And. Wow. Ja, zie je? Bro, ik wist dat je die hard zou vinden. Weet je hoe ik nu al in één keer op zo'n Engelse quote kom? No? Wij zijn op Wintersport geweest vorige week. En het is zo grappig, want Nathan ging mee. En hij heeft heel veel van die Engelse woordjes met insane en crazy. En hij praat echt een beetje Engels-Nederlands door elkaar. En normaal gesproken vind ik dat helemaal niet chill, maar bij hem is het wel echt grappig. Alleen, weet je wie het over ging nemen? Mijn personal trainer. En mijn personal trainer was echt eigenlijk een beetje de boomer van gewoon de hele wintersport. Omdat iedereen was in de 20 en hij is 36. Dus hij kent heel veel dingen niet. De termen die wij gebruiken, wij jongeren, dat kent hij niet. Dus fakka of kiefers met jou of dat soort dingen, dat hoort hij. En dan denkt hij van, dat heb ik nog nooit gehoord. Wat is dit allemaal, weet je wel? Dus hij nam het gewoon over, dat hele... Ja, dus hij zei op een gegeven moment van, wow, die piste die we net hadden genomen, die was crazy, weet je wel. Nee, crazy. Joh! En omdat Nathan zo vaak dingen in het Engels zei, ging hij op een gegeven moment echt de hele tijd allemaal shit vertellen in het Engels van, you know what the goal is? The goal is not to be the first at the bottom of the piste, but you have to enjoy it to the fullest, you know? Ja, en dan iedereen was gewoon stil en keken maar zo van wat. Maar daar hebben we echt elke keer zo'n momentje van gepakt. Dus nu betrap ik mezelf er ook op dat ik af en toe uit het niets gewoon random dingen ga zeggen die wel kloppen. Ik bedoel, ja, ook al ben je zo slow als een schildpad, je bent nog steeds sneller dan een mier. En dan kom je alsnog een heel eind. Maar, hey, true. Ja. Wat dus, is dit trouwens voor slechte chest? Ja, dit is wel echt... Oh, dit is niet zo'n treasure ding. Laat maar. Nee. Ik had geen schatkistje of zo. Nee, ik denk al. Dat kan toch nooit? Maar wat ook nooit kan, is dat we gewoon niemand tegenkomen. Ik wil net zeggen. Het is nooit zo makkelijk geweest, potje voor, net denk ik. Ik ben in shock. Ja, zullen we anders maar gewoon even gaan rijden met die auto? Misschien dat we dan mensen tegenkomen. Ja, we hoeven eigenlijk ook inderdaad helemaal niet meer te looten. Ik weet helemaal niet wat ik aan het doen ben. Oeh, nou. Oei. Ja, bedankt. Die wil ik. Joep. Nee. Zo kan je niet zijn. Thanks, man. Ja, ik heb die upgrade, dus we kunnen nu gewoon echt full YOLO mode gaan. Let's go.
maat. Ik heb loot, jongen, niet normaal. Ik heb dus die gouden Thunder Shotgun, een blauwe pistool, 6 minis, 1 shield keg en een hamer. Damn, bro. Je bent fully stacked. Ja, hey, heb je nog een hamer nodig? Insane, gewoon. Nee, hoeft niet. Thanks, bro. Oké. Ja, ik ga toch weer looten, wat helemaal geen nut heeft, maar ja. Ach ja. Je zit toch in het systeem of zo. Precies. Als je langs een kistje rijdt en het is niet te ingrijpend om hem te pakken, dan moet je hem gewoon pakken. Dat is helemaal waar. Laten we gewoon die bounty pakken anders. Mm-hmm. Ik denk dat we daar nog wel... Kijk. Ze zijn hier. Oh, nee. Ik dacht dat ik iemand zag. Dacht je ook die motorfiets? Ja, dacht dat dacht ik. Ja. Oh, hier rechts. Oh. Boom, dat is één. Eentje zegt one shot. Ja, die guy. Ja, allebei. Ja, lekker. Boom! Oh, hij heeft een legendary pistol. Oh, wat hou ik van dat wapen. Die is voor jou. Oh, ik hou echt van dat wapen. Let's go, bro. Hey, 3 big pots. Oké, komt er weer een. 3 big pots of 1 shield keg? Sowieso 3 big pots. 100%. Het is vandaag dilemma woensdag, Enzo. Ja, nee, maar weet je wat het is? Weet je wat het is? Sometimes you have to stand still and think about life. But sometimes you have also look at your girlfriend and think, wow, that's a beautiful wife. Yes, and you know what they say, right? The apple does not fall far from the tree. Yes, and if you hit your leg, then you maybe have problems with your knee. Yes, but you know what? That's another cook, you know? Yes, it's another cookie, you know? And... Ja. Wat is dit kut? Ik heb een sleutel. En die sleutel ga ik inleveren. En dan laat ik mijn hamer voor wat het is. Want ik heb een legendary motherfucking rocket launcher. Damn, bro. Boom. Wat is dit? Temporary gain 0 point dash when you break an enemy shield. Was dit weer een quote of is dit iets serieus? Nee, dit is een perk. Zero chance. Ja, there you go. Kan je die rockets voor mij meenemen? Dat kan ik. Hoppakee. Dan heb ik altijd reserve. Oké, bro, dit is... tot nu toe is dit een easy win. Het wordt het Dream Team niet heel moeilijk gemaakt vandaag. Nee, inderdaad. Het is niet echt een uitdaging. Nou, laten we gewoon weer naar het bounty board gaan. En dan gaan we daar gewoon weer even een bounty halen. En dan... Sure. Let's go. Ik bedoel, het is niet echt een hoge kill game. Maar ja, weet je, dit soort potjes zijn op een gegeven moment ook wel een keertje lekker. Daarom. Het hoeft niet altijd sweaty te zijn. Precies. Kun jij hem halen? Want mij lukt het niet meer. We kunnen onze krachten sparen. Ah, daar zo. Dat is wel leuk. Oh. Ja. Zo, die zit echt helemaal buiten de storm. Hoe lang duurt het nog? 1 minuut en 10 seconden. Oh ja, heb je dat nieuwe item al getest? Ja, die heb ik getest. Daarmee kan je vliegen, toch? Oh, die is zo chill, bro. Ja, die is echt nice. Super chill. Die is echt super chill. Het is wel een beetje overpowered, vind ik. Heb je die nieuwe perk ook al gezien? Die vind ik echt een partijtje naar. Niet normaal. Dat als je gehit wordt, dat je dasht. Ja. Rift, oh, ja. Oh, man. Ik ga deze niet pakken. Wil jij hem? Rechts van ons... Nee, ik hoef niet. Rechts van ons zijn schoten, man. Kijk, zie je? There you go. Oh, yep. Tegen die steen aan. Ik wou eerst eigenlijk even die bounty hebben hier zo ergens. Misschien zijn dat wel die guys, of niet? Nee, ze moeten hier ergens zitten. Je ziet daar ook allemaal loot bij het huisje. Oh ja. Ah, misschien is dit eigenlijk ook niet handig, want de cirkel gaat wel minder worden straks. Ik weet niet of je unlimited fuel hebt met deze auto. Ja, heb ik, dat wel. Alleen één band is lek, bro. Oh, hoe dan? Hè? Ja, dat was net van die guys die schoten op ons. Oh, wat een gasten. Anders moeten we hier even ergens een nieuw waggie halen. Ja, prima. Oh ja, sorry. My bad. Er nu ook weinig deze is hebben. Ook terug, hè? Slurp juice. Ja, nice, hè? Ja, dat vind ik wel nice. Ik vind dat item is wel een beetje nostalgie, eerlijk gezegd. Gewoon een retro item. Ja, precies. Lijp. Oh, links van ons schoten. Gain the ability to deploy a glider. Die vind ik echt chill. Die is nice, man. Hier op het dak. Misschien kan je hem snipen. Ik weet niet of je sniper hebt. Kijk, ik ga kijken van de 4. Oh nee, ik heb alleen een pistool. Huh? Ja, 45. Oh, dat was jij. Ik heb hem gehit, 45. Ik ga er naartoe met de auto. Ja, is goed. Oh, ik zie hem rennen. Oké. Hij is hier. Oh. Zo, ik ben heel goed gehit. Eentje knocked. Eentje is achter mij hier. Oh, man. Ja, het is daar heel druk, Roy. Pas op. Yep. Ik had zijn bot achter me aan. Zo irritant. Die andere gast heb ik knocked al, hè? Dus dat is top. Oh my god. Ik leef nog. Holy shit, ik heb eentje dood. En hij weet dat ik hier zit door mijn bot. Ik heb een duo op me. Uh-oh. Oké, ga nog goed. Ik kom zo naar jou toe. Ik heal nog één pot. Oké, let op safe zone.
Ik schiet rockets daarop. Ja, je zit eraan, ja. Yep. Oké, ik pak hier de legendary. Ik zit in de safe zone, Oké, nice. Ik spray mezelf. Uh-oh, ik moet weg. Ik ben weg. Oh ja, ik zie hem zitten, Ja, ja, ja. Hier kunnen ze opwachten bij de... Ja, ik zie het, rotsrand. Maar ik heb meer HP nodig eigenlijk. Oké, wat heb je nodig? Big Pot? Hier. Ja, graag. Oké, ze komen vanaf boven. Yep. Oké, hou goed rekening. Ze zitten hier boven, 100%. Ja, ja, klopt. Ja, komt hij aanlopen? Zijn die met z'n tweeën? Waar? Oh, oh man, ik ben knocked. Uh-oh. Tegen de rotsrand. Ik ben de finished. Ah, wauw, jongen. Lelijk. Lekker. Waar is die andere? Achter je. Yes! Nice! Let's go! Let's go, bro. Let's fucking go. Er is nog één reboot, die is hier. Ja, wacht even, Er komt een ander team. Ik denk dat ik die rocket weg moet doen. Ja, maar dus ze zaten hier te schieten hier ergens. Ja. Ik moet echt weg. Ja. 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 Uh-oh. Ik weet niet of ik dit ga redden. Jawel, dat red je wel. Kijk, let's go. Heel goed. Oef. Juist, lekker. Lekker. Hoppa. Oh, het zijn er ook gewoon zes. Hoppa, let's go, Roy! Wat nice. Lekker, bro. Oké, nu word ik wel echt uitgedaagd, hè? Ja, dit is wel even een dingetje, ja. Oké, nog twee nemen, dan ga ik er vandoor. Oké, is maar goed dat ik die twee hamers heb genomen. Heerlijk. Oké, waar kan ik nog... Ja, die ik nu heb gepaint, die komt nu in de storm terecht. Oh ja, oh, die bij Frenzy. Oh my god, dat is de enige. Dit wordt echt een dingetje, man. Ja, dit wordt lastig, ja. Ik zie daar een team rennen. Mm-hmm. Ik denk dat ik echt serieus een beetje moet afwachten, eerlijk gezegd. Ja, lekker gespeeld hoor, maat. Thanks. Heel goed gekilled. Ik ga sowieso een beetje omlopen. Ik denk dat ik dat item ga halen in plaats van die hamer. Holy shit, ouwe. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, dat is een hele goeie trouwens, man. Ja, ja. Ja, ja. Ik ga dit bosje zitten. Heel even nadenken over mijn leven. Ja. What the heck, Roy? Hey, you know, sometimes it's better to think about life in the bush, you know? Oh ja, ik denk serieus, ook al is dat wel een beetje saai voor jullie, denk ik, dames en heren. Maar als we voor die Victory Royale willen gaan, dan moet ik denk ik gewoon niks doen en hopen dat er één iemand overblijft, zodat het 1-1 wordt. Dat denk ik eerlijk gezegd. Oh, er loopt iemand? Er loopt iemand heel dichtbij, man. Nice. Zo'n bosje is echt zo vies. Oh, die pistol. Gast. Ja, die pistol is niet normaal, gast. Wat dan? Holy shit, hè? Doei. Oh, het is een Mythic Rocket Launcher. Oh nee, het is gewoon een gouden trouwens. Sorry. Pas op. Zo in, yep. Goeie hit, bro. Nee! Oh, jammer. Jammer. Zag je hoe ik kan mee aan me? Die hamer deed zo Oh my god. Ja, ik had wel het idee dat ik moest pushen, want anders dan werd het echt gewoon te saai. Ongelooflijk. Ik vond het wel serieus echt een hele leuke game namelijk. Ja, hij was wel goed. Ik bedoel, we hebben op het begin gewoon lekker kunnen praten. En daarna was het gewoon actie en mooie plays gemaakt. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Hopelijk hebben jullie weer genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. We hebben nu de 6e plaats. We hebben van de 3 opnames op mijn kanaal hebben 1 Victory Royale gehad, geloof ik. Dus ja, we moeten er altijd eigenlijk wel voor zorgen dat het 50-50 is. Dus de ene keer een win, de andere keer gewoon een leuke video, leuke gameplay. Bedankt voor het kijken. Vergeet dat duimpje omhoog niet te doen. En wil je mij zien met Roy meer? Check dan even zijn kanaal in de beschrijving. Peace!